We gaan eens kijken, een klein beetje experimenteren met een aantal transparante kleuren. Binnen het rode gamma min of meer, maar vanuit die gekke pink kleur, die brilliant roze. Deze prachtige kleur die ik hieronder heb uitgeschilderd, die brilliant pink, in een laagje. Kijk, met die prachtige... Oh, nou maak ik een vel, dat moet je niet doen. Die prachtige, heldere pink kleur. En als u die zo'n laag laat drogen en er glaas is, dus een aantal transparante kleuren overheen zet. En bijvoorbeeld eerst de Oud-Hollandse rode goudlak, Old Holland Red Cold Lake. Over die pink, hier is al zo'n stukje gedaan, één keer. Dan krijg je die prachtige gouden gloed, hè. En ik vind eigenlijk het hele gammaatje aan kleuren hier een beetje neigen naar zo'n hele midden-Frankrijk zonsondergang kleuren. We gaan eens even kijken hier. Op een prachtige zomerse dag. Je hebt enorme warme. Je zet dus hier als je die met medium, die transparante rode goudlak. Hier nog eens een extra laagje. Waardoor je dus al die tinten er bij de briljante schijning van het licht kunt veroorzaken. Hè? Hier is die laagjes over laag, laag over laag. Dat is dus met die goudlak. Je kunt ook aan de slag met bijvoorbeeld die kraplak kleur, de kraplak Rose Antique Extra. En als je hem nog eens, die is hier ook dus al één keer eroverheen geschilderd. Als je hem nog eens doet, dan over dat brilliant pink. Het rare is die brilliant pink in de ondertoon, die stuwt die kleuren helemaal op, hè. Erg mooi, die variaties die dan ontstaan. En als je dan ook nog een blauwe variant met de min of meer transparante blauw ultramarijn gebruikt in die boventoon, dan krijg je die enorme kleurkracht die eruit dendert. Zeker ook door die hoge pigmentering van die olieverven van de Old Holland. Waardoor je alle kanten uit kunt in alle gelaagdheid. Waardoor je dus, dat wilde ik nog eens even aan u tonen, enorme mogelijkheid in. Ik vind het eigenlijk wel mooi om er eventjes, je hebt bijna zin om er nog mee door te experimenteren. Iets over die goud heen, die kraplak. Eens kijken wat er gebeurt als je op deze kant. Nou, zo kunt u dus in die glazistechniek, en ik wil even laten zien met die pink, dat je dus die enorme gloed kunt veroorzaken.